Deze week in Museumstukken een item dat wel van hele grote waarde is geweest voor FC Utrecht. En dan wordt de bal weer voorgebracht. En dan heeft Utrecht Hans Visser, de beste speler van de ploeg, de MVP van het jaar, de man die Utrecht redt. Voetbalschoenen van FC Utrecht. Een voetbalschoen is een beetje ondergewaardeerd item. Helaas worden ze als ze versleten zijn weggegooid. Dat is heel jammer, want een verzamelaar die wil ze graag hebben. Ik heb een aantal schoenen hier aan de wand hangen. Nassim Machi, Kenny Thijssen, Frank de Moerge, Robin Nelissen. Leuk verhaal. De schoenen mochten alleen maar zwart zijn. Van Co Adriaanse. Dus wat is er met die schoenen gebeurd? Alles wat een beetje wit was, is zwart gemaakt. Mooi verhaal. Ricky van Wolfswinkel, mooie, met een borduursel erop. Tom Kaluwe. En dit zijn toch wel de meest speciale schoenen. Dat zijn namelijk de schoenen van Hans Visser, die in 1996 zelf ervoor gezorgd heeft dat FC Utrecht in de Eredivisie kon blijven. Men heeft mij verteld, ik kan het niet met zekerheid zeggen, dat dit 100% de schoenen zijn waar hij de goal mee gemaakt heeft. Dus dit is eigenlijk wel iets wat ingelijst zou moeten zijn. Want daardoor bleef FC Utrecht in de Eredivisie en degradeerden ze niet. Dus dat is wel een reliquie.